Daar zijn we weer bij een nieuwe aflevering van Terug naar de Topsportklas met Mo Hersie. En vandaag weer een nieuwe klasgenoot van mij. Kijken hoe het met hem gaat. Hij zit er al. Sebastian Steur! Het is 20 jaar geleden dat wij in de topsportklas samen hebben gezeten. Wij zijn jeugdvrienden. We hebben echt, ja, we hebben trokken met elkaar echt op en we hebben heel veel leuke dingen gedaan. Jouw carrière, ja, is echt best wel heel vlak omhoog gegaan, hè? Ja. En ja, hoe kijk je erop terug, 25 jaar geleden? Ja, terug naar de sportklas. Ja. Super gezellig. Eerste klas. Veel drama, denk ik. Heel druk. Wat is het drama? Wat was het drama dan? Ja, nou, altijd discussies met leraren. Leraren die denk ik niet nog om wisten te gaan met kinderen met ADHD. Laat ik het zo stellen, op het moment dat mijn kinderen topsport zouden doen, dan zou ik niet de keuze maken om naar de topsportklas te gaan. Nee. Ja, je hebt allemaal spullen meegenomen, zie ik ook allemaal. Wat heb je bij je? Nou, dit is dan mijn shirt bij Heerenveen en dat is dan een hoogtepunt van mijn carrière dat ik mijn debuut in de UEFA Cup heb gemaakt. In de UEFA Cup? Ja. Tegen dus wie dat speelde je toen? Volgens mij Banik Ostrava. Banik Ostrava? Ja, waar komen die vandaan? Polen of zo, denk ik. Polen. Ik heb eigenlijk geen flauw idee, man. Dus, nee, maar dat is dan een hoogtepunt en dat weet je pas als je zoveel jaar bent gestopt en je moeder een keer wat van zolder afhaalt. Ja, ja. Dan denk je, nou, dat is dan maar leuk. Maar ik weet dat een hoogtepunt voor ons was. Wij speelden heel veel FIFA. Ja. En dat je zelf op een gegeven moment je naam zag in het FIFA-spelletje. Ja. Was dat geen hoogtepunt voor jou dan? Dat was leuk, maar op dat moment was ik jong en dan boeit het je allemaal niet zoveel. En dan hecht je dan niet zoveel waarde aan dat soort hoogtepuntjes. En nu ben ik te oud en is de PlayStation te ver om dat spelletje nog te kunnen spelen. Op een gegeven moment maak je die carrière, je droombaan heb je dan, hè, als profvoetballer. Gaat het mis omdat je een blessure krijgt? Ja, dan wordt het eigenlijk een beetje je ontnomen. En dan moet je weer terug de normale wereld weer in. Hoe is dat? Ja, nee, dat was gewoon op een gegeven moment wil je wat gaan doen. Want de muren komen op je af. En toen ben ik dus bij een verzekeraar terechtgekomen. Denk je dan terug van, shit, had ik maar beter opgelet bij de topsportklas? Of, nou, dan heb je een makkelijkere ingang. Kijk, ik heb nu gewoon een prima baan. Hè? En ik heb intern heb ik gewoon mijn studies gevolgd. Alleen de stap om een keer naar een andere werkgever te gaan, ja, die wordt mij ontnomen omdat ik de papieren daarvoor niet heb. Ja. Zo! Ja. Hey, maar tussen jou en mij, wie was nou een betere voetballer? Tussen ons twee? Ja. Dat was ik. Ja, overtuigend. Dat was ik. Ja, waarom? Ja. Ik had eigenschappen die jij niet had. En dat is? Snelheid. Ja, ik had... Vertel daar eens over. Waarom? Ik was sloom. Ja, jij bent de middenvelder die het langst kan blijven doorgaan met voetbal. Maar ik was gewoon... ik had één ding gewoon en ik was gewoon by far de snelste van mijn generatie, denk ik, op dat moment. Maar op een gegeven moment heb jij dus alles gedaan daaraan, maar ja, komt toch dat moment dat je zelf de keuze maakt om te stoppen. Ja. Was dat een moeilijke keuze? Dat was een hele moeilijke keuze, omdat voetbal is mijn grootste liefde. Op mijn kinderen natuurlijk, nou, et cetera. De belangrijkste bijzaak van het leven is voetbal. En dat is het, dat past echt bij mij, die uitspraak. Vanuit de topsportklas hebben wij heel veel dingen meegemaakt ook. Hè? Ja, we waren best wel klieren in de klas. Hè? Ja. Maar jij was wel een van de ergste klieren van de klas. Hè? Voor mij was voetbal altijd het allerbelangrijkste. En ik was een tiener. Ja. En niks interesseerde mij, behalve voetbal. Is er iets wat je daarin dan anders had willen zien vanuit de school? Waarvan je denkt van, nou, als ze dit hadden gedaan, dan hadden ze ons veel beter kunnen helpen. Nou, laat ik het, wat ik aan het begin aangaf. Ik hoop dat zij nu andere leraren daarop hebben staan. Onze mentor. Ja, Hans Breuring. Hans Breuring. Nou, dat is nou een van de weinigen van wie ik echt een positief gevoel had. Of hij het gevoel had en wist waar wij vandaan komen en wat ons doel was in het leven. En die kon daar prima mee omgaan. En volgens mij kregen wij nog biologie van hem of iets, kennis der natuur heette dat vroeger. En daar haalden wij volgens mij ook nog regelmatig wel goede cijfers en bij de rest eigenlijk niet. Maar deze man had een bepaalde rust over zich heen
En dat werkte bij onze groep. Zij zullen nu genoeg kennis hebben na al die jaren om dat prima zelf in te vullen.